Ja, want we zijn inderdaad ongeveer aan de afronding van het Dorpenfestival toegekomen. En we willen dus ook af gaan sluiten. Maar voordat we echt naar een afsluiting toe gaan, willen we ook nog even vooruitkijken. En dat willen we doen met een jong iemand uit onze gemeente, Sarah. Misschien kun je jezelf ook even voorstellen waar je woont, wat je doet. En dan wil ik daarna graag aan jou vragen van ja, hoe bevalt het nu als jongere om ook op het platteland te wonen? En dan kijken we daarna ook een klein stukje verder naar de verdere toekomst. Dus misschien eens even voorstellen. Ik ben Sarah, ik ben 14 jaar. Ik woon nu 6 jaar in Annen, denk ik, zal ik hem overnemen. Ik zit nu in de derde klas op het VWO. Ik stroom volgend jaar af naar HAVO. En ja, ik vind het eigenlijk heel leuk om in Annen te wonen, in ieder geval in Aanhunze. Ik vind het heel gezellig, ook omdat het hier heel gezellig wordt gemaakt. Ja, dat is eigenlijk wat ik ervan vind. Oké, dankjewel. En ja, je bent nog jong, dus je gaat nog studeren, denk ik. En je gaat om je heen kijken. Zou je in de toekomst ook weer in een dorp willen gaan wonen? Of wil je dan toch liever in een stad wonen? Heb je daar een idee over? Nou, dat vind ik zelf best wel een beetje lastig. Ik ben zelf best wel een stadsmens. Ik vind het prachtig om in de stad te zijn en daar rond te lopen. Maar ik vind het hier wel heel gezellig. Dus stel ik zou wel ooit terugkomen, dan is het zeker wel een plek waar ik mijn kinderen wil laten opgroeien, zeg maar. En nu, kijk, steden zijn ook prachtig, is ook heel gezellig. Dorpen zijn ook gezellig, ook mooi. Maar wat spreek je dan, hè, wat zou voor jou een pluspunt zijn voor de stad? En wat zou dan een pluspunt zijn voor een dorp, Annen of een ander dorp? Nou, ik denk als je gaat studeren ben je natuurlijk vrij en wil je feesten en gewoon je opleiding doen en leuke dingen doen. Maar ik denk dat je in een dorp kan je denk ik eerder je rust vinden. En als je een stabiel leven hebt en gewoon een baan hebt en misschien een gezinnetje of wat dan ook, dan is dit wel een hele mooie plek om je een beetje te settelen, zeg maar. Oké, dankjewel. Nou ja, we gaan het zien. Hè? Ik zou zeggen, ja, de toekomst ligt voor je. De toekomst ligt voor ons allen, gelukkig. En ik wens je daar natuurlijk ook heel veel mooie en goede jaren bij. En nou, we zullen het zien misschien over 10, 20 jaar waar je uiteindelijk ook terechtgekomen bent. Dus dank ook voor je bijdrage. Daarmee wil ik ook toegaan naar een afronding van het Dorpenfestival. Maar we hebben ook nog een paar prijzen te vergeven. En die prijzen, ik moet ze even pakken, want ik kan het niet helemaal in mijn hoofd. En bij een festival hoor je te improviseren en dat ga ik nu ook doen. En het is niet mijn sterkste punt, ik zeg het er meteen maar bij. We hebben een aantal prijzen, een zestal prijzen te vergeven. Het zijn de prijzen in onze gemeente. Het is een routekaart, mee met de schaapherder op het Ballenhoofdveld, de etstoel in Anlo, tal van dingen die in onze gemeente te doen zijn. Activiteiten bij Joytime. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. En daar hebben we een zestal prijzen voor weg te geven. En de eerste ging over het online Dorpenfestival. En daarvan is de winnaar geworden Karin Wering. De tweede, aan Hunze in Vogelvlucht, Danielle Remy heeft dat gewonnen. De derde ging over het Balloerveld. En daar is de winnaar van geworden Jos van Olven. De kudde van Anlo, de schaapskudde, Grietje Schonewille. De etstoel in Anlo, Alle Postmus. En DAF in Gieten, daar is de winnaar geworden Egbert van Dijk. Nou, en ik heb in mijn handen, en dat moet u maar geloven, waardebonnen. Sarah heeft in haar hand een heel routeboek om ook de gemeente te verkennen met overnachting en al die dingen erbij. Dus ik denk dat het hele mooie prijzen zijn voor degenen die het gewonnen hebben. Ook een mooie kans om onze gemeente nog beter te leren kennen. En onze gemeente, daarmee ook het platteland, alle dorpen in natuurlijk ook Nederland zou je daarmee kunnen zeggen. En daarmee zou ik het Dorpenfestival ook willen afronden. Ik zou een woord van dank willen zeggen aan iedereen die in de organisatie die deel heeft genomen aan welke activiteit dan ook, online, maar ook fysiek aan talkshowtafels en anderszins. Het was een hele mooie dag, denk ik. Het is allemaal nog na te zien ook via de website. Dus iedereen ontzettend bedankt voor de inzet. Bedankt voor de organisatie. Bedankt voor de betrokkenheid. Bedankt voor de deelname. En ook heel graag tot ziens in Anunze. Tot ziens op het platteland in onze mooie dorpen. Daarbij zou ik u willen zeggen een hele fijne dag.